korte introductie. Ik ben inmiddels 7 jaar ondernemer van het bedrijf Dreams. Wij werken zelf met een internationaal team. Dus we hebben ook allerlei mensen die bij ons software ontwikkelen. Die komen over de hele wereld vandaan. En voor ons is het niet heel lastig om ze te vinden. Klinkt misschien vreemd. Ik ga dadelijk uitleggen waarom. Vorig jaar heb ik de grote eer gekregen om bekroond te worden met het HR Talent of the Year prijs. Een vakjuryprijs waar ik heel erg blij mee ben. Juist omdat ik niet zelf HR heb gestudeerd, maar meer vanuit mijn eigen verwondering dit bedrijf ben begonnen. Want waarom ben ik dat bedrijf dan begonnen? Kort even over mezelf. Ik hou ontzettend van leren, ontwikkelen, groeien. Ik ben heel erg nieuwsgierig, heel erg leergierig, altijd al geweest. En toen ik ongeveer 8 jaar geleden voor het eerst in aanraking kwam met bestaande HR-instrumenten binnen bedrijven die mensen moeten laten groeien en ontwikkelen, viel ik van mijn stoel af. Dat was een soort formulier wat 1 keer per jaar wordt besproken in een beoordelingsgesprek, waarin iemand jou vertelt wat er niet goed ging in een periode waar je helemaal niks meer aan kunt doen. Toen dacht ik, ja, dat kan echt niet de bedoeling zijn. Dat moet echt anders. Mijn doel inmiddels is om van die 20.000 5 miljoen mensen te maken die zich continu kunnen ontwikkelen in hun werk. En daar zijn wij elke dag heel druk mee bezig. Nou, hoe doe je dat dan wel? Wat ik heel erg belangrijk vind is, juist in deze wereld die continu verandert, dat je het hele jaar door polst wat er goed en fout gaat met mensen. Dat je het hele jaar door in gesprek bent. En eigenlijk doorlopend feedback en waardering geeft aan de mensen binnen je organisatie. Feitelijk werkt een software systeem ook zo. Kunstmatige intelligentie wordt slim omdat die continu feedback krijgt en getraind wordt. Mensen hebben dat ook nodig. Een kind die iets doet, die iets heel goed doet, zeg je ook niet 3 of 4 weken later, joh, goed gedaan, dan is het al lang vergeten, dat heeft helemaal geen zin. Dus 1 of 2 keer per jaar in gesprek gaan is ook niet de manier. Wat wel de manier is, kortcyclisch werken. Doelen stellen, kortcyclisch bijstellen, evalueren. En op die manier eigenlijk steeds te kunnen schakelen met wat er nu gebeurt binnen de organisatie. Zeker de innovatieve, wendbare bedrijven zullen dat herkennen. Vandaag is het zus, morgen is het zo en we gaan allemaal een andere kant op. We moeten nieuwe dingen leren, nieuwe uitdagingen aangaan. Dat is leuk, dat is interessant en daar moet je mensen bij helpen. Want wat levert het op als je op die manier werkt? Ten eerste een bewustzijn van waar je goed in bent, waar je sterke punten in liggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen. Maar ook een feedbackcultuur. Een cultuur binnen je organisatie waarbij je elkaar daadwerkelijk aanspreekt op wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, maar ook om elkaar echt beter te maken. Heel relevant als je voorop wil lopen en van je concurrent wil winnen. Maar ook de wendbaarheid. Je hebt veel sneller toegang tot talent, sneller toegang tot innovaties als je mensen de ruimte geeft om daar ook zelf invulling aan te geven. En als laatste een hele belangrijke, de betrokkenheid van mensen, het energie en het plezier wat ze in hun werk hebben. Om je een beeld te geven van het type organisaties waar wij voor werken, dat is onder andere Hallmark, Greenhouse Group, Brabantia, Isaac hier in Eindhoven softwarebedrijf, maar ook Swapfiets, het Wereld Natuur Fonds, bedrijven die waardegedreven zijn. En dat is juist relevant omdat wij ook op die manier werken. Want als ik naar de arbeidsmarkt kijk, dan zie ik een aantal problemen om mij heen. Ik zie veel burn-outs bijvoorbeeld. Jonge mensen, maar eigenlijk van alle leeftijden, die uitvallen door de druk op het werk. Dat komt vaak niet door stress, maar juist door een gebrek aan controle, een gebrek aan autonomie. 80% van de mensen in Nederland gaan niet met plezier naar hun werk. Dat is een onderzoek uit 2017. 80%. Dat is ontzettend veel. Plezier is de drijfveer voor innovatie. Plezier is de drijfveer om dingen anders te doen. Ik vind dat echt schokkend. En die kloof tussen waar wij staan met onze bedrijven en waar we naartoe willen, vind ik heel erg groot. De oplossing in mijn ogen is om gedeelde waarden centraal te zetten. En niet per se de winst. Want wat is een waardegedreven organisatie? Dat is een bedrijf met een hoger doel, een duidelijke missie, een duidelijke stip aan de horizon waar mensen aan kunnen bijdragen. Ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is die mensen willen. Daarin gezien worden, dat het helder is, waarom doe ik ertoe in dit bedrijf? Een gemeenschappelijk doel maakt iedereen in die zin betrokken en enthousiast. En in een waardegedreven organisatie zorg je ook dat iedereen wint. Medewerkers, klanten, aandeelhouders, investeerders. Eigenlijk is het 1 grote community die om hetzelfde doel heen draait. Uit onderzoek blijkt ook dat bedrijven die een heel duidelijk doel hebben op die manier veel meer winst maken dan bedrijven die daar niet de focus op hebben. Het staat namelijk voor een langetermijndoel.
En we gaan veel verder dan alleen vandaag en morgen, maar we focussen ons op de toekomst. Om je even een beeld te geven van wat ik nou precies bedoel met betrokken medewerkers, zal ik het onderzoek van Gallup even citeren. Gallup heeft een wereldwijd onderzoek gedaan, dat doen ze eigenlijk continu, naar de stand van de arbeidsmarkt. Medewerkers die betrokken zijn, zijn medewerkers die zeer betrokken en enthousiast zijn over hun werk en werkplek. Het zijn psychologische eigenaren, vind ik zelf een van de belangrijkste zinnen. Ze stimuleren prestaties en innovatie en brengen de organisatie vooruit. In Nederland gaat dit dus over minder dan 20% van de mensen in onze arbeidsmarkt. 67% is niet betrokken op hun werk. Dat zijn mensen die wel naar hun werk gaan omdat het moet, maar geen energie of passie in hun werk beleven. En de kleinste groep, 18%, zijn actief niet betrokken. Die zijn alleen niet betrokken, maar die gaan ook actief, negatief de organisatie en de mensen om zich heen beïnvloeden. Dat zijn eigenlijk toxic people, zoals zij dat noemen. Want die gedeelde waarden, wat doen die nou precies? Google heeft onderzoek gedaan, 10 jaar lang, naar wat maakt nou een succesvol team? En een succesvol team wordt niet samengesteld door mensen van allerlei verschillende persoonlijkheden, zoals vaak wordt gedacht, maar door mensen met dezelfde normen en waarden. Als wij samen de normen en waarden delen, dat we het belangrijk vinden om elkaar uit te laten spreken. Dat iedereen iets mag zeggen. Dat je elkaar wil helpen om beter te worden. Dat maakt een succesvol team. En die hebben wij nodig in deze wereld. Ook een contract. Ik denk dat ik ook anders, of denk, ik weet zeker dat ik anders denk over een contract. Met mijn medewerkers heb ik niet alleen een juridisch arbeidscontract, maar eigenlijk een emotioneel contract. Als zij bij mij komen solliciteren, gaan ze een zeer uitgebreid selectieproces in. We hebben het met elkaar over wie ben je? Waar wil je naartoe? Wat wil je hier leren? Wat is je volgende stap? Hoe kan jij ons helpen? Want wij hebben ook doelen. En hoe kunnen wij jou helpen? Het gaat veel meer over jezelf ontplooien, een bijdrage leveren. Dat is belangrijk. En ook de arbeidsverhouding is veel meer van mens tot mens. Oprechte aandacht, een van de belangrijkste. Geef mensen oprechte aandacht en ze groeien. Zorg dat ze zichzelf kunnen zijn, vind ik in mijn bedrijf heel belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Of jij een introverte developer bent of een super extraverte salespersoon, bij ons kan iedereen met elkaar overweg. Daarnaast merk ik dat mensen die bij ons komen solliciteren, uit zichzelf, bepaalde waarden op het werk zoeken. En dan gaat het over waarden als plezier, vriendschap, vertrouwen. Die hebben echt een andere band met elkaar dan de gemiddelde collega's. Ze willen namelijk op het werk net zo zijn als thuis. Daar zit geen verschil in. In die zin is de arbeidsmarkt in mijn ogen ook dunner geworden. Je bent altijd en overal aan het werk en ook nergens, omdat je op je werk jezelf bent. De belangrijkste over die gedeelde waarden is dat mensen graag bij een groep willen horen en mensen zoeken dat op hun werk. Ze willen een groep horen waar ze bij horen, maar ook waar ze trots op zijn. Op verjaardagsfeestjes vertellen mensen super trots dat ze werken voor Dreams en waar we mee bezig zijn. Super gaaf. Omdat het zo belangrijk is dat wij allemaal met diezelfde waarden in het bedrijf werken, nemen we mensen ook aan op die gedeelde normen en waarden. En niet zozeer op talent en vaardigheden. Dat komt op de tweede plek. Dat zou je misschien niet verwachten. Maar het is veel belangrijker als ik op de lange termijn naar mijn doel aan het toewerken ben, dat ik mensen heb die dezelfde mindset hebben, dezelfde motivatie, dezelfde drive. En heel veel kunnen we ze leren. Maar die mindset en die fit met onze cultuur, die is belangrijk. En die zorgt ervoor dat wij succesvol zijn. Wat ik ook heel erg zie is dat werk überhaupt een andere plek heeft gekregen. Waarden als familie en vrije tijd is ook wat mensen zoeken. Mensen komen in dienst en zijn zich bewust dat ze een ultralange werkmarathon moeten gaan lopen, tot na hun 70ste. En vragen bijvoorbeeld ook actief om breaks. Ze willen soms langer dan 4 weken ertussenuit. Ja, dan wordt wel van je als werkgever gevraagd om daar ook over mee te denken. En over die balans, om die anders in te richten. In eerste instantie denk je, oké, maar aan de andere kant begrijp ik het heel erg goed. Als je zo lang die marathon moet lopen, dan moet je ook af en toe even op adem komen. Transparantie vind ik ook een hele belangrijke. Als je je mensen serieus wil nemen, wees dan open.
Deel je cijfers, deel de voortgang. Laat mensen ook weten wat er gebeurt binnen je organisatie. Heb geen geheimen. Ik ben daar zelf ook open over. Eerlijk naar ze, het echte verhaal. En ik zie dat ze daarvan groeien. En wat ook een bijkomend voordeel is, dat ik als ondernemer wat minder stress heb, want ik deel de zorgen. Maar ik deel ook de successen. Al onze relaties zijn op basis van dezelfde waarden. De klanten die ik eerder noemde, die tekenen in op wie wij zijn en hoe wij werken. Dat doen medewerkers, maar ook onze aandeelhouders en investeerders. Iedereen draait eigenlijk om diezelfde cirkel heen en iedereen kan daarin zichzelf zijn. Het verliezen van iemand hoeft dus ook niet altijd erg te zijn. Ik merk ook juist omdat wij snel groeien, dat je ook steeds in andere fases komt. En dat je soms ziet dat mensen niet in die cultuur passen of daar moeite mee hebben, andere keuzes maken, maar dat is oké. Voor mij is talent heel erg contextafhankelijk. Je kan bij ons een A-speler zijn, in een ander bedrijf een B-speler en andersom. Het gaat erom dat we de goede plek vinden op het goede moment in jouw leven om jezelf verder te kunnen ontplooien. En in die zin investeren wij heel veel in mensen, ook al weten we dat ze uiteindelijk weggaan. Maar dat is oké, want er komen hopelijk goede andere mensen voor terug. Nou, als laatste wil ik graag jullie allemaal uitnodigen om bij ons te komen kijken hoe dat eruit ziet. Dan kun je eens zien en ervaren welke vibe er bij ons op het bedrijf hangt. En daarnaast denk ik dat bedrijven heel kritisch moeten willen reflecteren op de cultuur en het hogere doel binnen hun eigen organisatie. Want hoe betrokken zijn mensen echt? Want als je dat weet te keren en mensen op die manier weet aan te haken, dan kun je echt naar de maan. Dankjewel.